Wauw, kijk al die bessen in de boom. Zo te zien heeft kleine Karin ze ook gezien. Hoi daar, Karin. Waar ga je heen? Neem je kleine Karin mee naar Toms verfwinkel? Geluksvogel! Oh, je bent bijna te laat. Kom mee, Karin. Je kunt een andere keer wel weer bessen plukken. Je gaat naar Toms verfwinkel. Hoi, Tom. Ben je aan het wachten op Karin? Ze moet er bijna zijn. Het spijt Karin dat ze te laat is. Kleine Karin was bessen aan het plukken. Wat is er, Tom? Heeft dat je een idee gegeven voor kleine Karins makeover? Oh, goed idee! Pikachu de Pokémon houdt ook van bessen. Dat is perfect voor kleine Karin. Volg Tom, kleine Karin. Je moeder zal straks weer terugkomen. Eerst moet je een veiligheidsbril dragen om je ogen te beschermen. Nu ben je helemaal geel, net als Pikachu. Je verfspuiten staan opgesteld in regenboogkleuren, Tom. Ziet er mooi uit. Laten we wat details toevoegen. Waar zoek je naar, Tom? Make-up? Dat vindt Karin prachtig. Wacht even, Pikachu draagt geen make-up. Inderdaad, ze heeft wel een zwarte neus. En die poeder geeft haar roze wangen. Net als Pikachu dat heeft. Heel slim van je, Tom. Sta even stil, Karin. Oh, wat lief. Karin is al bijna een perfecte Pikachu. En nu een sticker voor op je bak. Probeer je te zien wat er in Toms doos staat? Dat is niet nodig. Je komt er zo achter wat er precies in zit. Dat zijn je strepen. Je hebt nu alleen nog oren en een staart nodig. Wat gaat dat doen? Haha, wat denk je? Tom heeft een mooie Pikachu van je gemaakt, of niet? Inderdaad, ze staan jou veel beter. Dat is vast je moeder Karin, precies op tijd. Ga maar om het aan je moeder te laten zien. Tom komt er zo aan. Ziet ze er niet prachtig uit? Je hebt heel goed werk geleverd, Tom. Karins moeder heeft zelfs een cadeautje voor je meegebracht. Bessen!
Ze heeft bessen geplukt, terwijl jij bezig was met kleine Karens makeover. Oh, Tom heeft ook iets voor jou, Karen. Het is een pokebal, voor als je kleine Karen moet vangen als ze het laat maakt. Tot de volgende keer allemaal. Eén voor jou, kleine Francis. En één voor jou, kleine Matt. Nee, we zijn je niet vergeten, kleine Pikkel. Wat is er, Karin? Ben je te laat voor je afspraak met Toms verfwinkel? Ga maar naar Tom toe. Daar is ze. Hoe wil je veranderd worden, Karin? In een aap? Gaat je dat lukken, Tom? Perfect! Wat ga je eerst doen, Tom? Karin in de kleur van de aap verven? Welke kleur is dat, Tom? Bruin? Perfect! Fantastisch! Oh. Heb je nog meer kleuren? Sluit je ogen, Karin. Doe ze nog niet open. Je kan je ogen weer open doen. Oh. Wat heeft een aap nog meer nodig, Tom? Een staart? Dat ziet er prachtig uit. Heb je nog meer voor Karin? Oren? Jij denkt ook aan alles, Tom. Wauw! Is Karin klaar om naar buiten te gaan om haar transformatie te laten zien? Waarom niet? Goed gevangen, Karin! Je ziet er prachtig uit. Ga maar lekker in de bomen klimmen. Doeg, Tom. Tot de volgende keer. Hey Rocky, wat is er aan de hand? Aha, wil je een sneeuwpop worden om bij de kerst te horen? I will be right.
Rocky, Sam zegt dat hij je in een sneeuwpop kan veranderen door sneeuw op je te gooien. Oh. Perfect. Laten we het proberen. Oh jee. Rocky kan beter naar Toms verfwinkel gaan. Hij kan je vast helpen. Hoi Tom en kleine Tom. Dat is een mooie kerstboom. Luister, Rocky de raket heeft jullie hulp nodig. Hij wil graag een sneeuwpop worden. Oh, daar is hij. Hoi Rocky, ben je klaar om een sneeuwpop te worden? Oh. Hoe ga je beginnen, Tom? Ah, het lichaam. Kleine Tom, ik denk dat je vader wel hulp kan gebruiken. Laten we ze aandoen. Dat is perfect. Vind je ook niet, Rocky? Oh jee, Rocky heeft het koud. Kleine Tom, heb je misschien iets voor Rocky? Dat is beter. Oh. Wat nu, Tom? Armen, natuurlijk. Kleine Tom, wat heb je daar? Dat is heel lief, kleine Tom. Meer details, of niet? Rocky, je lijkt al een echte sneeuwpop. Bijna klaar. Maar Tom heeft een verrassing voor je. Inderdaad, Tom. Je moet zijn benen ook verven. Zo te zien heeft kleine Tom een ander idee. Rocky, Tom zegt dat je klaar bent.
Je bent nu een echte sneeuwpop. Heel erg bedankt, Tom en kleine Tom. Jullie hebben heel goed werk verricht. Oh. Je hebt gelijk, Sam. Dat is nog beter dan echte sneeuw. Tot ziens allemaal. Fijne feestdagen en tot de volgende keer. Hey Edgar, lekker aan het rijden? Jij bent het, Tyler. Dat was even eng. Je liet ons goed schrikken. Doei, Tyler. Wil je Tyler ook laten schrikken? Tom kan je daar vast wel mee helpen. Oké, laten we gaan. Hey Tom, Edgar wil er spookachtig uitzien. Heb je een idee? Prachtig. Daar zal Tyler zeker van schrikken. En wat nu, Tom? Mooi. Kan je alles zien, Edgar? Perfect. Ga je nu een gezicht verven? Goed gedaan, Tom. Wat nu, Tom? Waar zou die kleur voor zijn? Een tong. Cool. Helemaal klaar? Oh, er komt nog meer. Huh? Waar is dat voor? Armen. Natuurlijk. Prachtig werk, Tom. Hij lijkt al echt op een spook. En wat nu? Oh, dat wordt mooi. Echt spookachtig, Tom. Wit? Is dat voor de rupsbanden?
Het past perfect bij je doek. Goed werk. Wow, wat vind jij, Edgar? Je ziet er echt eng uit. Laten we nu Tyler schrikken. Bedankt voor je hulp, Tom. Het is nacht. Je ziet er spookachtig uit. Laten we Tyler zoeken. Kijk, daar is hij. Ben je klaar? Oké, op drie. 1, 2, 3. Geen zorgen, Tyler. Het is Edgar maar. Het werkte. Goed gedaan, Edgar. Het is je weer gelukt, Tom. Goed werk. Tot de volgende keer.